Hey jongens, waarom wordt er hier vandaag namelijk gedemonstreerd? Dag School TV. Ja, dat vragen wij ons ook af. Wij gaan als objectieve journalisten gaan we erin vandaag. Wij laten ons vertellen wat hier gebeurt. Maar heb je wel verdiept in de eisen? Jazeker, ik weet wel ongeveer wat er speelt, ja. Nou, vertel, 4 eisen. Nee, dat moet je aan de mensen hier vragen, want ik ben een objectieve verslaggever. Ik ga niet over de inhoud. Numero uno. Ja, je lijkt een beetje bevooroordeeld nu je mij interviewt, maar jij hoort ook objectief te zijn. Oh jeetje. Objectief. Ja, je cameraman die is aan het lachen, die schudt net heel hard nee al. Nou weer. Dat is natuurlijk wel jouw brand, hè? Wat? Objectiviteit. Ja, ik ben erg objectief, ja. Ja. Mm-hmm. Jij niet? Jij vindt jezelf echt objectief? Nou, ik vind een beetje gekke vragen zo. Ook niet echt objectief hoe je het vraagt, hè? Jongens, ik vind het zo wel weer mooi geweest. Oh, nu gaat Ponyus weglopen. Ook wil ik best blijven staan. Maar gaan we een Ella Vogelaartje doen? We hebben meer items vandaag, dus ik moet even door. Oh jeetje. Maar goed, ik wens die cameraman van jou succes vandaag. Jij nog meer succes. Maak er wat moois van. Ik vind het wel een big L. Van jou anders interviewen? Ja, waarom niet? Ja, het hoeft van mij niet, maar ik bedoel... Nee, maar dit hoeft van mij ook niet. Wat wil je weten? Ik heb geen moeite meer. Kunnen we een soort stand-off doen? Kunnen we elkaar interviewen? Nee, dat doen we sowieso niet. Nou jawel, dat wordt het wel. We zijn hier vandaag... Moment. Yes. We zijn hier vandaag in de aula van de Erasmus Universiteit. Wat zijn we precies aan het doen hier vandaag? En er vindt hier een bezetting plaats. Ja, waarom? Waarvoor? Wie doet mee? Ja, dat weet jij niet. Nou... Ja, want je bent hier dus gekomen, maar jij is helemaal niet verdiept. Nou, ik ben hier gekomen om antwoord te krijgen op de vragen die de mensen hebben. Ja, maar je bent hier dus voor de tweede keer. En vorige keer zei je dat mensen hier zijn vanwege vegetarisch voedsel. Nou, dat is niet zo. Maar je weet niet waarvoor er wel wordt gedemonstreerd. Ja, maar het gaat niet om mij als persoon, hè? Nee, maar je wilt er toch verslag van doen? Ja, dus ik vraag aan de mensen wat... Oh. Ja, nou, dat kom ik zelf ook niet eens meer aan mijn woorden. Ja. Verhip. Wat? Verhip. Oh, dat ken ik niet. Ah. Jammer. Wij gaan donders. Oh. Dat is toch jammer, man. Toch jammer. Nou. Echt lekker ging het niet. Ja, vervelend, man. Wat vinden jullie eigenlijk van show? Ja, ik denk er wel eens. Ja. En jij? Ik haal er ook wel eens een broodje. Een beetje duur. Wat zei je? Is het een beetje duur? Fucking duur, ja. En dan staat er zo op, lunchdeal. Broodje, carpaccio. En een drankje, 11,95. Nou, dat valt wel mee dan, toch? Ja, dat vind je betaalbaar? Nee, dat is natuurlijk idioot. Ja, dat is toch niet te doen? Dat was maar bij jou snap ik dat niet zo goed. Nee, dat is natuurlijk idioot. Is natuurlijk idioot. En meestal is het nog niet tevreden ook. Vind je dat Shell invloed zou moeten hebben op de wetenschap? Ja, wat is dat nou weer voor een vraag? Nou, daar gaat het hier vandaag over. Want ze willen dus dat de banden tussen de fossiele... Dat is de eerste eis die je dus niet kent. De eerste eis is dat de banden tussen de fossiele industrie... en een wetenschappelijk instituut moeten worden verbroken. Ja. Omdat zo'n bedrijf geen invloed zou moeten hebben... op wat er onderzocht wordt en hoe en wat de resultaten zijn. Ja. Ja, dus? Vind je dat dat wel zo zou moeten zijn? Nee hoor, ik heb geen verstand van. Ik ga er niks over zeggen als ik er geen verstand van heb. Ik ben echt niet geïnteresseerd in wat hier allemaal gebeurt. Ik gaat mij erom of dit plaatje klopt. Maar heb je het idee dat je echt een goed verslag kunt maken van iets... als je gewoon echt de ballen verstand ervan hebt? Ik maak de mooie shots. Ik zorg dat het interview erop staat. Dat is toch een beetje gek? Nou, ik ken weinig cameramannen die zich met inhoud bemoeien, hoor. Jij denkt dat je objectief bent en je weet helemaal niet waar het over gaat. Ja, wat zeg je nou? Jij komt aan met objectieve journalistiek. Ja. En je hebt niet eens even 5 minuten opgezocht. Wat zijn de hoofdeisen? Je moet weten wat je moet doen dan. Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Ik kom hier inderdaad om het verhaal te halen. Dat is wat ik hier kom doen. Dus jij hoeft helemaal niet te weten wat mensen hun drijfveren zijn? Nou ja, in principe niet, nee. Want dat zou ik dan hier horen. Als er voldoende mensen met mij gaan praten, dan hoor ik dat vanzelf. Maar je weet dat jullie hele stik is. Oh, niemand wil met ons praten, want we zijn absolute klootzakken. Als niemand met ons wil praten, dan is dat zo. Dan is dat dus het beeld dat we neerzetten. Ja, en dan gaan jullie roepen, oh, journalistiek, persvrijheid. Dat was vorige keer jouw hele item, was persvrijheid, persvrijheid, persvrijheid. Maar dan ben je eigenlijk vrije pers en dan weet je gewoon totaal niet waar het over gaat. Ja, je had nu wel 2 dingen door elkaar, want dat persvrijheid, dat was misschien niet het allersterkste wat ik ooit gezegd heb. Waarom wil je journalist worden als je het je allemaal geen reet boeit? Nou ja,
Hoezo zou het je moeten boeien dan als je journalist bent? Kut, hè, als maar niemand met je wil praten. Nou, ik heb net, godverdomme, jou 3 uur te woord gestaan. Dus laat me hem... Maar... Wat heel. Goed. Dit wordt niks hier beneden. Dus dat sluit me af. Schot. Hoe vind je zelf dat het gaat? Nou, ik vind dat het goed gaat. Van al je items vind ik dit toch wel een van de mindere. Nou, je hebt het nog niet gezien, dat scheelt. Maar nee, dit is weer een hoge kwaliteit dit. Zeker weten. Top item. Ja. Hey, wel liken. Kunnen we samen zo? Ja. Liken en commenten? Ja.